burgerrevolutie is eigenlijk een nieuwe vorm van indirecte oorlog. Wij leven nu in een tijdperk waar een oorlog niet direct met militaire middel wordt uitgevoerd, maar onrechtstreeks, niet meer systematisch, door klassieke militaire middelen. Dus de Oranje Revoluties worden natuurlijk gevoerd, degene die in Oekraïne gebeurd is, werd eerst in Servië uitgeprobeerd door een beweging, maar dat is een kapitel voor zich, door een beweging die Otpor genoemd werd. En daar werden Servische opposanten, tegenstanders van Milosevic, gebruikt, opgeleid in de Verenigde Staten om hetzelfde revolutie, hetzelfde zogenaamde volksopstanding te inscenereren in andere landen. En dat is dus begonnen in de Oekraïne. Dus dat waren Serviërs die heel veel middelen kregen, onder andere door George Soros. Ze hebben heel veel middelen gekregen om revolutie, die oranje vlaggen allemaal, te betalen in de Oekraïne. Het was al gelukt, en dat is misschien het enige land waar het werkelijk gelukt is, en dat is Georgië in 2003. Toen Saakashvili aan de macht gekomen is in 2003. En in Rusland hebben ze het weer uitgeprobeerd in de herfst en ook begin dit jaar tegen Poetin. Dat is ook niet gelukt, omdat Poetin natuurlijk verkozen werd, bijna 64% van de stemmen. Het is ook uitgeprobeerd geweest in Myanmar, de vroegere Burma of Birmanië, om te beletten dat China, als men ziet op de kaart, hebben wij India en hier de vroegere Burma, die een gemeenzame grens heeft met China. Zou Burma of Myanmar een bondgenote van China worden, dan zou China direct met een landgrens havens hebben op de Indische Oceaan. En wij zullen ook zien dat gedeeltelijk de Arabische lente, of misschien subversie in Iran, dient om te beletten dat de grote mogendheden van Noord-Azië, dat wil zeggen China en Rusland, toegang krijgen tot de grote havens van de Indische Oceaan. Waarom? Dikwijls wordt ook in de Russische literatuur een clash eigenlijk tussen de Atlantisten en de Eurasisten. Waarbij de voornaamste figuur een zekere Alexander Dugin is. Maar eigenlijk de Amerikanen en de Britten halen hun macht niet uit de beheersing van de Atlantische Oceaan, maar wel van de Indische Oceaan, waar hier een eilandje ligt, Diego Garcia. Met de beheersing van Diego Garcia kunnen ze met raketten of met vliegtuigen overal hun macht uitoefenen. Dus dat is belangrijk, dus wordt in Myanmar ook een soort
gekleurde revolutie geïnsceneerd om natuurlijk onderwachten te beletten avonds in de Indische Oceaan te controleren. Dus de Arabische lente, dat is eerst in Tunesië en dan in Egypte en later in Libië en nu in Syrië. Libië is misschien een regelrechte oorlog. Tunesië en Egypte en nu Syrië zijn veel belangrijk en corresponderen veel beter aan de definitie van de Arabische lente. Dus in Tunesië is dat ontstaan begin 2011, helemaal onverwachts. Onverwachts omdat het land toch een bondgenoot was van het Westen, van Frankrijk en van de Verenigde Staten. In mijn ogen is die revolutie tegen Ben Ali een test geweest voor wat de Amerikanen noemen een regime shaping. Ze zullen dus testen om een nieuw regime die eerder liberaler is dan het regime dat in het land bestaat, zelfs als dat regime bondgenoot is van het Westen. Dus dat was meestal een test. We komen nog naar over wat is er dus dan gebeurd. Bouhiba, die eigenlijk de leider was van Tunesië sinds de feitelijke onafhankelijkheid van Tunesië in de jaren 50, was een nationalist. Hij was geen islamiet. Er is altijd een voorbeeld geweest. Hij was tegen het feesten van de Ramadan. Heel eenvoudig, hij zegt, wij verliezen tijd. En dat is natuurlijk voor ieder Arabisch land toch tamelijk een verzwakking van de economie gedurende 1 maand per jaar. Dan wat heeft hij uitgevonden? Die is de mufti van Tunis gaan halen. Vlak voor op televisie zijn ze allebei verschenen. En die heeft gezegd, wij voeren toch een oorlog. Ja, wij voeren een oorlog tegen armoede. Ja, in een oorlog moeten de mensen de Ramadan, de regels van de Ramadan niet volgen. Dus dat was een beetje de sfeer in de tijd van Bouhiba. Het land was liberaal, bijvoorbeeld voor kleding, voor kledij. De Italiaanse mode, de hemden, die waren allemaal in Tunesië gemaakt. Het was tegelijkertijd autark en liberaal. Dus dat was goedkoop. Maar ze waren nog altijd meester van het geld die in het land kwam. Na Bouhiba is ver over zijn 80 jaar aan de macht gebleven, dan hebben ze gezegd, ja, die leidt aan de Alzheimerziekte of zoiets, die is gaga, en dan is Ben Ali aan de macht gekomen. En het is altijd een beetje zo, de stichter van de republiek, Bouhiba, die eigenlijk een Albanees was, zoals Mubarak ook een Albanees is, Bouhiba lange tijd dan Ben Ali. En ze transformeren eigenlijk het land in een familiezaak. Net zoals in Egypte. En daar is natuurlijk de geest uit de fles. Als het een familiezaak wordt, ja, zijn de anderen, de meeste mensen, de burger, worden ontevreden. En dat heeft niet de aura die de stichter van de revolutie toch nog wel had. Dus profiteren degenen die zulke revoluties zoals in Oost-Europa, in Myanmar en nu in de Arabische landen
Wel, ze kunnen zo een revolutie testen omdat er genoeg mensen zijn die ontevreden geworden zijn. Oké, in Egypte was dat ook eigenlijk volledig onverwacht, omdat ook Egypte, en misschien nog meer dan Tunesië, een bondgenote van de Verenigde Staten was en dat Egypte in vrede met Israël leefde. Dus, dat was ook onverwacht. Het is ook belangrijk, en dat is nieuw, ik heb nog de tijd niet gehad, ik heb dat onlangs gekocht, van Gilles Kepel, Le Prophète et le Pharaon. Dat is een geschiedenis van het islamfundamentalisme in Egypte. Want wat is er ook in Egypte gebeurd? In de tijd van de Engelse beheersing tot 1945 en in de tijd van de koning die een marionet was van de Engelsen, juist zoals de koning van Libië trouwens, dus was er een koning Farouk. Die wordt door een ploeg van nationalistische officier onder de leiding van Nasser, die wordt naar Engeland of naar Zwitserland gestuurd. Dan Nasser strijdt natuurlijk tegen de moslimbroeders. Dat zijn zijn vijanden. Nasser en de nationalisten zegevieren. Dan komt Sadat. Die wordt vermoord. Omdat hij ook tegen hem was. Dan komt Mubarak. Die er ook een familiezaak van de staat maakt. Dus dat is een beetje de evolutie in Egypte. Dus de moslimbroeders, als ze tegen Nasser minder tegen Sadat vechten, zijn ze eigenlijk bondgenoten van het Westen. En nu rebelleren ze tegen Mubarak en noemen ze alle drie leiders van nationalistische signatuur, noemen ze die de farao. Waarom de farao? Heel eenvoudig, omdat ze een systeem ingevoerd hebben, een systeem dat zijn roots, dat zijn bron heeft voor de bekering tot de islam. Dus is dat een heel negatief woord. Het woord wordt negatief beladen. En dat waren de drie farao's. Nu hebben ze weer eens de farao die is gestorven, die is vermoord geweest en die is verjaagd, die is uit de macht verjaagd geweest. Dus dat is de evolutie in Egypte en het boek van Keppel. Legt heel goed uit hoe het Egyptisch islamfundamentalisme eigenlijk werken. Dus in Tunesië, zoals in Egypte, is de volksopstand tegen corruptie. Tegen corruptie. De corruptie omdat aan het einde de laatste farao's van de staat een familiezaak gemaakt hebben. Dan zijn er verkiezingen gekomen in beide landen en daar hebben
de zogenaamde moderate of zachtere islamfundamentalisme, alhoewel zacht of niet zacht of extremist of zo, in die sfeer absoluut niet telt. Wat is er gebeurd na de verkiezingen? Komen natuurlijk aanhangers van de moslimbroeders, maar ja, niet zoals in Saudi-Arabië, niet zoals de Taliban in Afghanistan, maar het model is natuurlijk de AKP in Turkije, de AKP van minister Erdogan. Dus dat is een islam die wel de moderniteit accepteert, de technische moderniteit, de economische moderniteit, de rest misschien niet. Maar we hebben dus voor beide landen een Turks model en we hebben inderdaad gezien dat Erdogan een groot tournee eigenlijk heeft in die landen gedaan voor de verkiezingen om de aanhangers of om degene die de AKP willen naapen om die te gaan steunen. Erdogan is in Tunesië en in Egypte heeft een reis, een lange reis, een tamelijk lang en belangrijk reis in die beide landen gemaakt. Dus wat moeten wij daarvan onthouden? Wij moeten daarvan onthouden dat eerst, nummer 1, de ruzie tussen Erdogan en Israël, dat dat eigenlijk een pure show is. Dat dat een pure show is, omdat zeker in Syrië, dat hij nu volledig de Verenigde Staten en Israël in Syrië steunt. Dus de tweede is dat de AKP van Erdogan eigenlijk een model is voor de zogenaamde Greater Middle East, de GME. Dus wat wensen de Amerikanen in de streek hier te doen eigenlijk? Wat is hun doel eigenlijk? We moeten dus een volledige kaart van Afrika tekenen, met uiteraard de Suezkanaal, Persische Golf tot Indië. En verder de Middellandse Zee, Turkije. Dan hebben wij de Caucasus, de Kaspische Zee en Centraal-Azië met Pakistan, de Hoorn van Afrika, Soedan, Egypte en Turkije. Dat is de Great Middle East. En het is juist het territorium waar de centrale, de central command of het, van het Amerikaans leger, dat is juist de zone waar de CENTCOM, voor wie de CENTCOM verantwoordelijk is. Het probleem is dat dus een deel van Afrika, maar nu hebben wij Libië ook misschien en Tunesië in de Greater Middle East, misschien de Caucasus, met, zeker met Azerbeidzjan en waarom niet Dagestan en Tsjetsjenië. Wat hebben wij daar? Maar het stuk in het midden blijft Iran. Dus om alles te kunnen beheersen, moeten ze Iran kunnen beheersen.
Dat is wat er nu aan het gebeuren is. En de Greater Middle East is ook wat de vroegere Shah van Iran, de zone waar de Iraanse cultuur, de Iraanse beschaving, invloed had. En inderdaad, men ziet in de loop van de geschiedenis dat zelfs Egypte op één dag, op een zeker moment, afhing van de Persen. Dat Pakistan tot midden in Indië, dat is dezelfde taal, ook de Farsi in Iran, de Urdu in Pakistan en de Hindi in Indië, zijn talen die toch tamelijk eng en nauw verwant zijn. Dus dat is ongeveer wat wij nu hebben. Het middenstuk van de Great Middle East is Iran. Maar wat hoort men? Ja, de meeste mensen die tegen de beheersing van de Great Middle East door de Verenigde Staten, die een project eigenlijk is die tegen Europa, daarom de beheersing van de Balkan, tegen Rusland uiteraard en tegen China. Dat zijn de drie vijanden die eigenlijk uitgeschakeld moeten worden als de Greater Middle East, het territorium van de CENTCOM, volledig afhankelijk wordt van de Verenigde Staten. Dat zijn de drie vijanden die dus uitgeschakeld moeten worden en ver gehouden moeten worden van de Indische Oceaan. Zelfs de toegang, Suez, Cyprus en de Balkan moeten gecontroleerd worden, daarmee Europa geen toegang krijgt tot de Indische Oceaan. Dat is eigenlijk wat aan het gebeuren is. En we zullen zien dat dat een directe invloed heeft op de zogenaamde Arabische lentes of de Arabische revoluties of de Arabellion. Maar er zijn twee oplossingen. Ofwel moeten ze Iran volledig isoleren, wat nu blijkbaar aan het gebeuren is, ofwel moeten ze met de grootste specialist in de Pentagon, en zeker meneer Kinzer, ze kunnen ook morgen Iran gaan beschouwen als hun beste bondgenoot. Dus er zijn verschillende boeken. Ik heb die van Kinzer, omdat Kinzer een belangrijk auteur is. Hij had zijn eerste boek waarmee hij beroemd werd, was de geschiedenis van de olie in Iran en de uitschakeling door de Britten en door de CIA van de minister Mossadegh die de olie in Iran genationaliseerd had. Maar er zijn andere boeken, zoals een zekere Barbara Slavin of Trita Parsi, die eigenlijk een Iranier is die in de Verenigde Staten leeft, die daar gedoctoreerd heeft over zijn eigen land. Dus misschien is dat mogelijk. Wat is er toch gebeurd en dat de meeste mensen onder ons vergeten? Het in Iran sinds, laten we zeggen, ongeveer 2010, is er een ruzie tussen, laten we zeggen, de Ayatollahs die erg conservatief zijn op vlak van religie en Ahmadinejad. Die eigenlijk geen, die een leek is, eerst en vooral een leek, maar die eigenlijk een pasadaran was. Dus een revolutionair
die onder andere zijn ploeg heeft de ambassade van de Verenigde Staten bezet begin van de jaren 80. Hij behoort dus aan een nationalistische beweging die islamitisch-shiïtisch getint is. Dus, maar hij wordt beschouwd, en er is veel ruzie, veel van zijn medemensen, van zijn medestrijders uit de tijd van de Pasadaran, worden vervolgd door de magistratuur, die genoemd wordt door de Ayatollahs. Er zijn verschillende artikels die ik uit het Italiaans vertaald had, waarom uit het Italiaans het enige dagblad die verschijnt in Europa is Rinascita, dus een Italiaans dagblad die ieder dag verschijnt, maar die hebben correspondenten in Iran die dus de Persische taal kennen en die schrijven alle dagen een bericht uit Iran. Dat wordt per internet naar Rome gestuurd, heel klaar, in een heel klare duidelijke taal. En krijgen daar rechtstreekse informatie. En die hebben in het jaar 2011 hebben ze verschillende berichten geschreven over de ruzie tussen de conservatieve mollahs of ayatollahs enerzijds en Ahmadinejad anderzijds. Dus in de verkiezing begin maart heeft Ahmadinejad twee belangrijke steden verloren. Het is Isfahan of Ispahan en Tabriz in het noorden. Isfahan is ongeveer hier en Tabriz is daar. Die heeft die twee steden verloren. Dus zijn macht is niet zo stevig als het voor einde 2010 was. Dus de verkiezing heeft hij dit jaar, gedurende deze lente, begin deze lente, heeft hij de verkiezingen verloren. En als uiteindelijk de Ayatollahs winnen, zoals, dat is dikwijls niet geweten, maar Khomeini in het begin is een agent van het Westen tegen de Shah. Maar die heeft zich omgekeerd. Zouden die winnen, dan zou misschien op, laten we zeggen, kort of lang termijn, dat heeft weinig belang, zou Iran dus weer een bondgenoot worden van de Verenigde Staten. En dan wordt Israël dus niet meer zo belangrijk, en dat is juist de thesis van Trita Parsi, die een Perzier die voor het Amerikaans ministerium voor buitenlandse zaken werkt. The Treacherous Alliance heet zijn boek. Het is heel belangrijk, men vond het vorig jaar in alle Engelse boekhandels van Brussel. Dus de Great Middle East is belangrijk voor de olie. Het is een oorlog voor de olie. In Irak, in het noorden van Irak. En in het zuiden, in Saudi-Arabië. Iran, dat is een oorlog voor de olie. Libië, dat is een oorlog voor de olie. Zeker en vast. Maar men vergeet ook hier in de voormalige Sovjet-Republiek van Oezbekistan, Turkmenistan, wordt er heel veel katoen. Wie katoen en olie beheerst, de olie kan verkocht worden in de hele wereld, zelfs aan woekerprijzen voor sommige, plus Japan natuurlijk, aan woekerprijzen voor deze landen. Maar als er katoen is, kunnen sommige ondernemingen zoals Levi Strauss en zo, katoen verkopen aan een soort gemeenzame markt die heel veel
jonge mensen telt. Hm? Daar bestaat er ook wat men noemt het youth bulge. Dus veel jonge mensen, dus veel kinderen, aan wie men katoen kan verkopen. Wie katoen beheerst, beheerst de wereld. Hoe hebben de geallieerden in de Eerste Oorlog, waarom hebben ze die oorlog gewonnen? Omdat die katoen hadden en olie, en de Duitsers natuurlijk niet. Hm? De Duitsers moesten, ja, met kunststoffen hadden ze hun uniformen. De oude mensen die ik nog gekend hadden, die stonken ongelooflijk veel, ja, in de zomer met kunststoffen, terwijl de geallieerden katoen hadden in overvloed, zowel uit Rusland als uit de Verenigde Staten. Dus dat is een enorme markt, hè, dat is wat ze noemen dus de het wit gold, het wit goud, hm? Dat is katoen. Dus op internet, nog onlangs op een site die ik niet ken, maar nemen veel van ons over. mbmof.com was er een artikel, ik heb het op mijn site ook overgenomen, Le Retour du Colonel Peters. Wie is kolonel Ralf Peters? Kolonel Ralf Peters is degene die in die streek zegt, ja, wij moeten de kaart herschrijven van de Greater Middle East. We moeten de kaart herschrijven en we moeten dus de Blood Borders invoeren, dat wil zeggen, dus de etnische grenzen, hè, bijvoorbeeld een Koerdistan, Koerdistan zou ontstaan, een Belochistan hier, en je ziet dat zo Pakistan en Iran, Iran krijgt wel een stuk van Afghanistan, maar Azerbeidzjan, waar ook veel olie is, wordt een groot Azerbeidzjan. Dat zijn een paar van de ideeën van Peters, maar ook een Arabisch-Shiïtisch land met delen van Iran, van Saudi-Arabië en het zuiden van Irak. Dat zijn de zogenaamde Blood Borders. Ja, reshaping the Middle East met een groot Azerbeidzjan. Nu wordt in het parlement in Azerbeidzjan een wetvoorstel ingevoerd. Wij noemen ons Noord-Azerbeidzjan. Dat betekent dat er een Zuid-Azerbeidzjan bestaat. En dat is inderdaad de provincie in het noorden van Iran die Azerbeidzjan heet. Voor Balochistan, dat zal een nadeel zijn van Pakistan en van Iran. En er bestaat al een oorlog hier, die hier in de media nooit vermeld wordt, maar wel vermeld op een heel belangrijk site, asiantimes.com, dus Asian Times. Is een tijdschrift die eigenlijk in Singapore uitgegeven wordt. Is op geopolitiek vlak een heel interessante site. Dus wordt er een steun ook in verschillende delen van Iran, maar voornamelijk hier in de Balochistan, een steun aan de Soenitische Hereja of aan Soenitische fundamentalisten tegen de Iraanse, de Persische Shiiten. Dus keren wij hier terug bij de moslimbroeders en met de Wahhabiten, dus de islamfundamentalisten uit Saudi-Arabië, die met veel geld
de Hamas bijvoorbeeld steunen, maar tegen de Hezbollah, die in Libië de vijanden van Gaddafi gesteund hebben en die nu in Syrië natuurlijk tegen Assad vechten, omdat Assad een Alawit is. Dus een soort van islam die min of meer shiïtisch is. Dus wat kolonel Peters wenst, zijn alle delen van Iran, dus alle delen die niet Persisch spreken, wil ze laten afscheuren en verenigen met andere landen of met te creëren entiteiten zoals die Shiïtische Arabische Republiek. En ze willen dat, maar Iran krijgt natuurlijk een deel van Afghanistan waar de taal, dezelfde taal gesproken wordt. De zaak van de Belushistan is ook tegen China, want Pakistan verhuurt havens op Beluch gebied aan China om de olie uit Iran, langs Indië en langs de route tot in China, de zeeroutes tot in China. Dus, maar dat is op Beluch gebied. Zou een Beluchistan ontstaan, dan zou China geen havens meer bezitten in de Indische Oceaan. Dat is dus de trick. Nu komen wij aan in Syrië. In Syrië, wie is er aan de macht? Wie is er aan de macht? Dat zijn de Alawieten. De Alawieten. Die eigenlijk moslimbroeders zijn, je moet ze in de regering nemen. Hij heeft geweigerd. Omdat, hier is dat van een Nederlander of een Vlaming die in de Verenigde Staten, maar hij moet ook gedeeltelijk Grieks zijn, want hij heet Nicolaos van Lam. Heeft in mijn ogen het beste boek over de enorme complexiteit van de Syrische maatschappij en van de Syrische geschiedenis geschreven. Dus voor Van Dam bestaat dus de Alawieten hebben en de plus de christen, die eigenlijk hier bondgenoten zijn, wensen een nationalistische staat onder de leiding van een secularistische partij, de baaspartij, en in dat boek, dat is een hele goede documentatie over
het systeem van de baaspartij, waarbij ze zeggen, ja, dat is een officierschool waar iedereen uit het volk, is hij Alawiet, Christen, Soeniet of hier in de bergen een Druus, hier leven de Druzen, dat is ook nog een secte, iedereen kan officier worden en hij heeft bepaalde taken te vervullen. Geen religieuze taken, maar burgerlijke taken. Hij moet dat of dat, hij moet ingenieur en zo worden, daarmee wij een moderne staat hebben. Maar dus dat mag niet meer door, van de Amerikanen, van de Saudis en van de moslimbroeders. Dus er bestaat, en wij komen terug hier, een soort alawitische bolwerk. Hè? Noemen wij het bolwerk, zoals kolonel Peters. En hij zegt, ja, die moeten onafhankelijk worden. En er moet dus een groot Libanon hier komen. Daarmee de Syriërs geen toegang krijgen tot de Middellandse Zee. En de Koerden krijgen toch een eigen staat met stukken van Irak, van Iran, van Turkije en een stukje hier in het noordoosten van Syrië. Dus dat is wat nu... Nu wordt dat allemaal in Syrië uitgevochten. Dus langs de kust. Dus de Verenigde Staten wensen een Greater Lebanon met de zogenaamde Alawitische bolwerk. Dus de wens is de hele de Greater Middle East volledig te balkaniseren, Syrië te balkaniseren, Libië, dat is gebeurd omdat er toch een Cyrenaica en een Tripolitana nu bestaan, wat nog niet helemaal uitgevochten is. Maar het is de balkanisatie van alle Arabische landen, zoals ook in Europa, in de Balkan. De onafhankelijkheid van Kosovo dient alleen naar daarmee de Serviërs geen toegang meer krijgen naar de Egeïsche Zee. Dat ze weer, zoals vroeger, de orthodoxe bondgenoten van de orthodoxe Grieken worden, in die nieuwe partij waarover jij het had. Ja, de meesten hebben met de Serviërs gevochten in de oorlog van Kosovo. Dat was om dat corridor tussen Belgraad en Thessaloniki te laten bestaan. Die bestaat nu niet meer. Dat betekent ook dat Duitsland en Oostenrijk natuurlijk ook geen toegang meer hebben tot de Oosterse beken van de Middellandse Zee. Want dat is dus de bedoeling. Europa egaal. Europa, dat is Duitsland in hun ogen. Dat is niet Denemarken of België of zelfs Frankrijk. Waar ze sympathieke wijnen kunnen gaan genieten. Dus Europa is Duitsland in de ogen van de Angelsaksen. Dus dat is een balkanisatie. Er is ook een bericht die op internet, waar ze uit van Egypte ook een, dat ze Egypte willen balkaniseren en in vier staten. Het is daarom dat verschillende Westerse, 19 Amerikanen, maar ook Fransen en Duitsen, gearresteerd geweest zijn door de militairen. Die eigenlijk misschien Mubarak hebben laten vallen, maar die in de logica van Nasser, Sadat en Mubarak eigenlijk blijven. Die zijn gearresteerd geweest omdat ze dus het land wensen te verdelen in vier kleine staten. Egypte is natuurlijk een heel zwakke land. Ze heeft wel, dat is een land die wel een leger heeft die goed opgeleid is. Men ziet het, ze hebben dus de revolutie in toom gehouden. Maar de zwakte van Egypte is juist water. De Nijl, dat is de hele
logica in Oost-Afrika eigenlijk. Men zegt Europa is de Donau, Zuid-Amerika is de Amazonië, maar Afrika is wel de Nijl, die heel diep met verschillende landen, Egypte, Soedan, Ethiopië en hier hebben wij Somalië. Maar iedereen nu wordt Soedan ook gebalkaniseerd met Darfur, Noord-Soedan en Zuid-Soedan. Ethiopië is een bondgenote van de Verenigde Staten om de Somaliërs aan te vallen, zoals trouwens ook Kenia. Kenia valt ook Somalië binnen met de steun van Frankrijk, in de tijd van Sarkozy tenminste, en van de Amerikanen. Maar als ieder van deze nieuwe of oude landen een deel van het water wil hebben, de 80 miljoen Egyptenaren zullen geen water meer genoeg hebben. Dus Egypte dekt zijn water alleen maar met 97%. Dus heel het water komt niet uit Egypte. Ze moeten water importeren. Dus Egypte is een zwak land, omdat de Amerikanen hier kunnen spelen om te zeggen, ja, wij zullen ze maar toelaten van water af te tappen en jullie zullen misschien niet meer zeven, maar misschien alleen maar 90%. En daarmee is het land volledig afhankelijk. Dus ik herhaal, Tunesië, dat heeft geklopt. Dus er is een revolutie geweest en er is een partij, zoals de Turkse AKP, aan de macht gekomen. In Egypte, de verkiezingen zijn wel gebeurd, hè? De islamieten hebben gewonnen, maar het leger geeft nog de macht niet. Dus zitten wij nog in de situatie eigenlijk van, als zou Mubarak nog aan de macht zijn. Dus het is een militair, een generaal, ik vergeet zijn naam, die is de generaal die aan de macht is. De generaal, zijn naam ontsnapt mij nu. En dat heeft weinig belang, maar het is de generaal die eigenlijk aan de macht in plaats van Mubarak zit en niet de partijen, de islamitische partijen, die de verkiezingen gewonnen hebben. Dus in Libië was dat een regelrechte oorlog tegen de leiding, met de steun, meer eens, van islamfundamentalisten, die geld kregen van Saudi-Arabië en ook van een klein land op de Arabische Schiereiland, Qatar, die natuurlijk maar 2,5 miljoen inwoners telt, waarbij niet, zelfs niet de helft eigenlijk Qataris zijn. Dat zijn allemaal immigranten uit Pakistan, uit andere Arabische landen, maar zelfs uit de Filipijnen. In Libië was dat een oorlog voor de olie, maar Libië is nu wat men noemt een nieuwe Somalië. Het is een land waar alleen maar chaos heerst. Dus in Syrië, het doel is eigenlijk Iran te isoleren. Nu, spreken, laten wij ons op die kaart kijken zonder te denken aan de CEPCOM en aan de Great Middle East. Maar wel als de sfeer, de volledige sfeer, de zone waar de Iraanse beschaving in de oudheid invloed had. En dat is inderdaad, ja, de Iraners zijn tot in Griekenland gekomen, ze hebben Egypte beheerst, ze hebben Jemen eigenlijk onrechtstreeks beheerst, met een deel van de Hoorn van Afrika, hebben invloed tot in Indië gehad en een machtige invloed in Centraal-Azië. Dat is werkelijk in de tijd, in de oudheid, was de Greater Middle East eigenlijk de zone waar de Iraanse beschaving invloed had. En
wat de Anglo-Saxen, wij beschouwen ze meestal als ja, degene die de junk van de media importeren. Dat is wel, dat is importatie, maar in hun eigen land hebben ze nog altijd de beste historici. Dat wordt heel serieus, ook in de scholen. Jij komt niet buiten de humaniora zonder de punten te halen in geschiedenis. Dat bestaat niet in Engeland. Hier zullen ze zeggen, ja, geschiedenis, ja, dat is niks manneke, je kunt maar door. Nee, in een Anglo-Saxisch land, als de leerling zijn vak geschiedenis niet van buiten kent, komt hij niet door. Dus tenminste voor de, wat men nog altijd de humaniora noemt. Dus de Anglo-Saxen hebben een heel goede kennis van de geschiedenis. Maar, en dat moeten wij weten, en dat weten wij eigenlijk niet, dat is dat de Verenigde Staten in die streek, tenminste op dit segment, ze beschouwen zich als de erfenaars van het Romeins Rijk. Ze zeggen, we are the new Romans in this part of the world. En twee boeken zijn heel belangrijk, ook voor ons, omdat wij dan de dynamiek van de Europese geschiedenis ook goed kent. Dat zijn de boeken van Edward Ludwig. Edward Ludwig is eigenlijk een Roemeense, van Roemeense Joodse afkomst. Die heeft in de Verenigde Staten gestudeerd, is historici en historicus en geopoliticus. Hij heeft een eerste boek, ik ken maar de Franse uitgave, dat is uitgegeven door Economica in de afdeling die aan de Militaire Academie wordt geserveerd. Eigenlijk de officieren moeten dat boek kennen. Dat is Edward Ludwig, La Grande Stratégie de l'Empire Romain. En inderdaad, waarover gaat het? Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van Europa, dit keer. Dus Europa is de Donau. De Donau heeft zijn bron in het Zwarte Woud, in Duitsland, niet ver van hier, 400 kilometer ten oosten. 300 per lucht, gaat door Europa en komt terecht in de Zwarte Zee. In het midden staat Wenen en hier ergens de zogenaamde IJzeren Poorten. Zo genoemd in de oudheid. Daar is het onmogelijk, het was toen onmogelijk van nog door te varen. Dus de Romeinen en de Grieken gingen tot aan de IJzeren Poorten en hier was er een korte weg en ze gingen verder tot ongeveer nu Regensburg in Duitsland. Dus de beheersing van de Donau is belangrijk. Maar hier overal zijn er bergen, behalve in Hongarije, in Boedapest. Hier is er een opening, eigenlijk, die het mogelijk maakt voor de Hunnen. Van tot in de Champagne, tot in Parijs, te galopperen, eigenlijk. Dus, Ludwig schrijft in zijn boek La Grande Stratégie de l'Empire Romain dat de meeste legioen hier eigenlijk gelegerd waren. Niet tegen de Germanen, omdat ja, die legioen als de Germaan dus de kans had, werd hij onmiddellijk legionair. De recrutering was meestal Germaans in het Romeins Rijk vanaf Julius Caesar. Waren Marokkanen ook.
in Marokko, maar meestal in Germanië. In onze streken waren de legionairs, de legioenen, gerecruiteerd. Veel Scandinaviërs, wat hebben ze ontdekt? Dat is belangrijk. In Bremen hebben ze een huis teruggevonden, in Leem natuurlijk, een Germaans huis, maar in een koffertje die bewaard was, de instrumenten van een medicus, die blijkbaar een Romeins medisch officier was, die in Egypte gediend had. Dus van zijn materiaal kwam uit Egypte. Met pensioen is die naar Germanië teruggekeerd. Dus het is wel om te beletten dat, of om te weten dat eigenlijk die meeste legioenen eigenlijk een bolwerk vormden tegen de steppen, de volkeren uit de steppen. Toen waren dat nog Indo-Germaanse volkeren, de Yazigen, de Roxolanen, maar die zullen als ruiters gerecruiteerd worden in dezelfde streek. Dus was er een bolwerk, maar die ruiters waren gerecruiteerd en overal gestuurd. Hier in Limburg, in Tongeren, hebben wij sporen van Sarmatische ruiters. In Keulen, in het Romeins-Germaans Museum, zijn er sporen van Sarmatische Iraanse ruiters. Ook in Wallonië tegen Belluy, hoe heet dat nog, dat Archeopark van, ja, de naam was dat, het is tegen Belluy. Daar is er ook een grafsteen van een ruiter in Engeland. De hele zaak rond koning Arthur. Dat zijn allemaal Sarmaten. Nu het Engels leger, zijn er veel boeken daarover. Dus dat is de strategie van, van het Romeins Rijk. Dat is geschreven geweest een paar maanden voordat Hongarije lid werd van de NAVO. Het tweede boek van Ludwig is de grote strategie van het Byzantijns Rijk. Want natuurlijk, het was een Rooms Rijk die vocht tegen de Perziërs hier in Turkije, maar daarna is het natuurlijk het Byzantijns Rijk geworden. Het Byzantijns Rijk was zeker christen, maar het territorium van het Byzantijns Rijk is volledig Ottomaans geworden vanaf de 16e eeuw. Dus Byzantijns en Ottomaans op strategisch vlak, niet op religieus vlak, maar dat is juist hetzelfde. Als u de Cassège, die reeks daar in Frankrijk van de universitaire pers koopt, Empire Ottoman, wordt door een Griek geschreven en die zegt ja, maar de idee, de geopolitieke idee van het Byzantijns Rijk werd overgenomen door de Ottomanen, zowel tegen de paus als tegen de Perziërs. Dat zegt Dimitri Tsitikis, die ook een specialist is van het nationalisme, die doseert in Quebec. En het is een, voor onze ogen, voor ons ook, voor de definitie van het nationalisme, is hij een heel belangrijk auteur. Tsitikis is zijn naam. Dus de Byzantijnse, grote strategie van de Byzantijnse Rijk is eigenlijk een strategie tegen Iran. Maar hoe hebben de Perziërs altijd gereageerd tegen de Romeinen en tegen de Grieken, tegen de Byzantijnen? Wel, eigenlijk moeten wij zien dat de dynamiek van onze eigen geschiedenis in de 16e eeuw, die wij jammer genoeg niet genoeg kennen. Wij kennen de opstand der Nederlanden, maar dat is niet genoeg. Wat was de strategie? Spanje tegen Frankrijk, tegen het Rijk, plus Hongarije, tegen de Ottomanen, die tegen de Perziërs vochten, die op hun beurt tegen de Oezbekken, bondgenoten van de Turken. Dus hebben wij eigenlijk de Oezbekken, de Ottomanen
en de Fransen tegen Spanje, het Rijk, de Perziërs. En ze kunnen daar ook op één moment, niet altijd, Engeland. Die altijd een bondgenoot van de Ottomanen zal blijven. Dus dat is de dynamiek van onze eigen geschiedenis. En nu, dus dat is op die grens waar de geschiedenis zich nog altijd afspeelt. En hoe reageerden de Persen om tegen de Ottomanen, maar vroeger de Romeinen en de Byzantijnen vochten? Ah, wel, dat was voor het ontstaan van de islam. De strategie was van religieuze dissidenten te steunen op de stranden, op het litoraal van de Middellandse Zee. De Perziërs steunden altijd de Joden op de Middellandse Zee tegen de Romeinen. Het christendom is vermoedelijk, dat wordt natuurlijk in theologische kringen niet aanvaard, maar blijkbaar was er in die secten in Palestina in die tijd waren zekere secten die een invloed hebben op het christendom. Ja, in de kerk, wat doen wij? We hebben dus een paar rituelen die zuiver Iraans, Zoroastriaans zijn. Dat wil zeggen, ik luister naar het evangelium. Wat doe ik? Ik moet goede ideeën hebben, goede woorden en goede daden. En dat is zuiver Zoroastrisch. Dus dat komt, en zeker Pinksten is de cultus van het licht is zeker in het christendom een erfenis vanuit Perzië. Dus misschien christendom was een strategisch element in de kaarten van de Perziër toen. En nu, hoe gebeurt dat? Wel, ze steunen Shiiten, de Alawieten in Syrië, de Hezbollah in Libanon. Dus steunen ze nog altijd religieus politieke bewegingen op de kust van de Middellandse Zee. Op de vroegere Romeinse of Byzantijnse kust van de Middellandse Zee. Dus, en als de Verenigde Staten, dus de superpower, zich als een nieuwe Rome beschouwt, gaat ze natuurlijk Turkije gaan steunen als een erfenis van de Ottomanen, van de Byzantijnen en van de Romeinen in die streek. En dat is de functie van Erdogan. Dat is de functie van Erdogan in de streken. Ze zullen dus, zoals hier, toen de Perziërs tegen de Ottomanen vochten, wat deed de Shah? Die zegt, ja, wij worden allemaal Shiiten. Vroeger was er in Perzië, voor de 16e eeuw, waren er even zoveel Soenieten als Shiiten en er waren nog heel veel Zoroastriërs in Perzië. Met Shah Abbas, die opteert voor de Shiiten, met zijn andere bondgenoten, de Turkmenen, die, alhoewel ze Turks zijn, de Oezbekken als vijand hebben. Dus ze worden Shiït en in het Ottomaans Rijk worden ze allemaal Soenieten. Dus als de Verenigde Staten de rol van Rome, van de Byzantijnen en van de Ottomanen met de Turken wil spelen, moeten ze de Soenitische kaart trekken en zo hebben ze ook het geld van de Wahhabieten. En ik zal hier, want ja, het wordt tijd. Dus de Alawieten, El-Hassad in Syrië, wordt beschouwd als een bondgenoot van de Iraniërs. Die krijgt daarvoor de steun. Die worden dus bevochten door de Saoedi's en door de Turken, die allemaal Soenieten zijn. De
de enige fundamentalisten, de andere modernisten. Zo heeft Iran geen venster meer op de Middellandse Zee. Iran wordt zo geïsoleerd, krijgt nu nog de steun van Rusland, van China en gedeeltelijk van Indië. Maar als Ahmadinejad uitgeschakeld wordt, hier door, zoals bij de verkiezingen van maart dit jaar, kan Iran, geïsoleerd, op de knieën geduwd, kan dan een nieuw bondgenote worden, zoals Kinzer, Slavin, Parsi en de andere, en de Beer, de vroegere chef van de CIA. Dat zijn de vier auteurs die pleiten voor een nieuwe bondgenootschap tussen Iran en de Verenigde Staten, zoals in de tijd van de Shah en van de CENTO, de NAVO van het Midden-Oosten. Dat is wat ze wensen, Turkije, Iran en Pakistan, en nu met het bolwerk Afghanistan. Dus dat is ook, dat betekent ook waarom Israël eigenlijk sceptisch is. En ze zijn wel tegen de Hezbollah, ze zijn wel tegen Assad, maar ze kennen, dat is, Assad is een vijand die ze kennen. Zou de toekomst zonder Assad of zonder Hezbollah zijn, zoveel te beter. Maar dan wordt Israël geen interessant bondgenoot meer voor de Verenigde Staten. Dus steunt Israël de oorlog tegen Iran? Want als er een oorlog ontstaat, komt er een vijandigheid en wordt Iran niet zo snel de bondgenoot van de Verenigde Staten. Dat is dus de dynamiek van de geschiedenis die ik nu, ja, het is al, hoe lang ben ik al bezig? Een uur en een kwartier. Meer kan ik vanavond niet zeggen. Er is veel meer te vertellen. Enfin, ik heb geprobeerd de volledige dynamiek uit te leggen van wat er gebeurt in de streek waar de geschiedenis zich nu afspeelt. Waar de geschiedenis zich eigenlijk altijd afgespeeld heeft. Ja, zijn er kort vragen? Want ik heb nog, moet nog terug thuis, dus ik weet niet, zijn er vragen? Ja, dat is ook wel interessant, denk ik, om te merken dat in Turkije nog altijd een heel grote allergie is. Ja, dat is waar. Dat is mijn spreekbeurt over Turkije. Er zijn in Turkije, hou u vast, 47 verschillende etnisch-religieuze groepjes. En de Aleviten, en er zijn ook Shiiten, en er zijn gedekte Zoroastriërs ook in Turkije. Maar de Aleviten in Turkije worden soms aangevallen door Soenieten. Ik had alle details, ja, u kunt het ook zien in mijn, in de tekst die ik daarover geschreven heb. Dus wat gebeurt er? Dus de Alawieten worden afgestoten door, zeker door de regering en door de AKP. Dus hebben ze het leger gesteund in de strijd eigenlijk tussen Erdogan enerzijds en het leger. Dus de Alawieten, als het leger deze grote betoging 2-3 jaar geleden georganiseerd heeft, dat waren meestal Alawieten die op straat liepen. Dus die steunden het leger. Dat is een islam die eigenlijk, enfin, dat is geen islam. Dat zijn allemaal bekeerden. De meeste Alawieten in Turkije zijn geen zuiver Shiiten zoals in Syrië. Dat zijn meestal bekeerden uit andere religies. Dat zijn Grieken of Armeniërs die zeggen, ja kom, we zijn toch verplicht van moslim te worden. Dan worden wij liever Alawieten, omdat wij in de moskee of in de vergaderzalen kunnen dansen.
omdat we wijn kunnen drinken en zo. Ja, die zijn tamelijk, men ziet dat ze dus de strenge regels van de islam niet wensen, alhoewel ze diepe traditionele feesten en dat ze tradities hebben, die echte tradities zijn, en dat dat niet een soort New Age is. Hm? Dus zijn er veel Zoroastriërs, Shiiten, Armeniërs, Grieken en zelfs Joden die zich nu Alawieten noemen. Hm? En die steunen het leger. Nu in de macht, dus in de machtsstrijd tussen Erdogan en de staf dus van het leger. Je weet dat er processen zijn tegen de hogere officieren van het Turks leger die Erdogan wil uitschakelen omdat die ofwel Turkse Alawieten, dat is niet hetzelfde als Syrische Alawieten, omdat die Alawieten zijn of dat, omdat die ongelooflijk zijn, geen geloof hebben of omdat ze de islam niet als staatsreligie willen. Hm? Ja, dat is mijn spreekbeurt over Turkije. Ik kan terugkomen als jullie het wensen. Die ligt klaar en bereid. Dat heeft weinig belang. Maar dat is de boeken. Ja, ik heb een hele lijst in de bibliografie. Heb ik een hele lijst over die zaak. Is dat genoeg of wat? Ik heb nog een vraag. Ja? Ik snap het eigenlijk niet waarom dat Amerika zich onafhankelijker van Israël zou willen opstaan. Terwijl dat eigenlijk toch wel een Siamese tweeling is. Alleen Amerika is volledig in handen. Nee, ik zie een complot eigenlijk vanaf de Renaissance. De Renaissance heeft verschillende aspecten, maar er is een reactie geweest bij de protestanten. Niet bij de aanhangers van Luther, of van Melanchthon, of van Zwingli of zo, maar wel bij de dopers, de Anabaptisten, bij de Calvinisten hier in de Lage Landen, die alles vernield hebben, bijzonder in West- en Oost-Vlaanderen, alle beelden, de beeldstormers, in Nederland gedeeltelijk, en dan bij de Engelse dissidenten. Dus wat gebeurt er in Engeland? Ja, er is een burgeroorlog altijd nog in de 16e eeuw. Dan komt Elisabeth aan de macht. Maar ze creëert een soort renaissance met Shakespeare, met theaterstukken, met een filosofie en zo, die de zuivere protestanten, de puriteinen, niet willen. Dus worden ze weggejaagd naar Amerika en daar willen ze een nieuw Jeruzalem stichten. Dus zijn die fundamentalisten gebleven, dat bestaat nog altijd in de Verenigde Staten en dat legt ook uit waarom die Puritijnen vertellen dat ze de 13e stam van Israël zijn en dat ze uit zuiver zou je zeggen, van een zuiver puriteinse, fundamentalistische habitus, dat ze de bondgenoten zijn van de Saoedi's. Dus dat wil zeggen dat dus het verleden totaal uitgeveegd moet worden. Behalve als het om strategie gaat. Ja? Vlak van strategie, ik kan wel begrijpen dat Amerika graag Syrië als doorgang wil om iemand verder te ontsteken, maar ik snap het niet van Israël. Want je hebt daar de Golanhoogte, waar Syrië eigenlijk een half miljoen Palestijnen koest houdt. En Israël wil die regio destabiliseren, wat verwachten ze? Nee, ik bedoel, ik heb gezegd dat de krachten, het leger bijvoorbeeld, in Israël staat heel sceptisch voor die hele streek in Syrië. Waarbij er altijd in Israël natuurlijk, krachten bestaan die geen rekening houden met de echte aardrijkskundelijke realiteit. Dat is voor het discours van de meeste fundamentalisten die gemanipuleerd worden. Bij ons zijn dat geen
fundamentalisten, want dat speelt hier geen rol. Dat zullen niet de getuigen van Jehovah of zo, de mensen geloven daaraan niet. Maar dat is de rol die de nieuwe filosofie, de nouvelle filosofie, speelt in Frankrijk. Met Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut en de hele rest. He, men ziet ze altijd achterlopen. Nu Bernard-Henri Lévy, die zegt van, oh, pas de fundamentalisme, zo en zo. Maar die loopt achter de milities die Gaddafi gekuilderd hebben. En die roept de oorlog in de Balkan, was hij daar altijd. Dus die speelt deze rol, maar in Frankrijk heeft dat natuurlijk geen, geen religieuze kleding eigenlijk. Hè? Op dat vlak misschien twee weken geleden had ik een interview met Jean Picamon. Ja. En hij was natuurlijk vanavond aan het praten vanuit zijn perspectief van zijn boek Les Interventions Humanitaires. Ah, ja. Hij weet eigenlijk het volledige discours vooral van Sarkozy en Béatjean. Ja, die was bijzonder gezien. Ja. Is dat die nieuwe filosofie eigenlijk? Ja, Picamon spreekt vanuit een communistisch hoek natuurlijk. Hij is communist. Hm? Komt hij zelf wel nog graag? Sinds ze ruzie met Vidal hebben ze nog graag, denk ik. Ja, maar hij hangt ook heel veel van Chomsky af. Hm? Ja. Hm? En Chomsky heeft ook een boek geschreven over de humanitaire oorlogen. Hm? Dus Chomsky en ook die site, Global Research? Global Research in Canada, ne, met Jean Soudowski. Nazum Damaya, die een Hindier daar. Ja. Nazum Maya. Ja, dat zijn sites die wij moeten eigenlijk regelmatig lezen. Want zijn, ja, Nazum Maya die is ook bij Asian Times. Net als dingen zitten ook bij DPS. Wie? Escobar. Ja, Escobar, ja. Ja, dat zijn de mensen die wij moeten lezen. Ja, dat is natuurlijk een goede evolutie van links. En dat zijn degenen die nog altijd, laten we zeggen, geopolitiek vlak nog redeneren. Dat zijn de meesten natuurlijk niet. Ja? Je ziet als de vijanden van Amerika, Europa, Rusland en China. Ja. Maar India wordt niet als vijandenschap. Nee, India speelt een dubbel rol. Je ziet soms krijgen ze steun van de Verenigde Staten en dan soms niet. Maar met India wordt dan niet echt rekening gehouden als mogelijke bedreiging? Nee. Die hebben vorige week nog intercontinentale raketten zitten af te vuren als test en niemand had het erover. Ja, dat ook. En ten tweede, ja, worden ze ook toch altijd bedreigd vanuit Diego Garcia. Maar van wie is dat? Van Frankrijk? Amerika. Van Amerika. Nee, vroeger is dat waarschijnlijk Spaans of eerder Portugees geweest. Dan, dat is ook Nederlands geworden, en dan Engels, en dan de Engelsen hebben dat na de Tweede Wereldoorlog aan Amerika verkocht. En de inheemse bevolking hebben ze naar de Seychelles, geloof ik, en nu die eisen hun land terug. Want die hebben die zonder pardon op één dag, werd de hele bevolking op een paar schepen gezet en naar de Seychelles. Dus wat India ook logisch antagonisme met vooral tegen China. Ah ja, dat ook. Dus Amerika moet een automatische bondgenoot. Omdat Amerika geschikt moet zijn om in tegenstelling tot China, dat ze ineens de zin van de wereld. En dus is hier, omdat ook China water aftapt van de Brahmaputra, dus een heel groot rivier die hier. En daar hebben ze tappen water af, plus in de Kashmir bezet dat China een groot deel van